Goedenavond, dames en heren, jongens en meisjes thuis. Welkom bij deze bijeenkomst, georganiseerd door de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Die gaat over de tweedeling in de samenleving, gevolgd door een vraagteken, want we gaan het erover hebben of dat echt het probleem is. Deze bijeenkomst maakt deel uit van een hele serie bijeenkomsten die de KNW organiseert. In samenhang met de coronapandemie. Een deel van die bijeenkomsten gaat over de medische kant ervan, maar er zijn intussen ook een hele reeks van bijeenkomsten geweest over de maatschappelijke kanten ervan. In februari was er bijvoorbeeld eentje naar aanleiding van de onlusten die toen uitbraken in verband met de avondklok. En ik zal u eerlijk bekennen dat ook deze bijeenkomst geïnspireerd is door de onlusten van de afgelopen weken. Maar in tegenstelling tot die bijeenkomst in februari gaat het dit keer niet direct over die onlusten, maar meer over de bredere problemen waar de samenleving mee kampt. Wat de oorzaken daarvan zoal zouden kunnen zijn en hoe ernstig het eigenlijk is met al die problemen. Laat ik mijzelf eerst even voorstellen. Mijn naam is Maarten Prak. Ik ben historicus in rusten van de Universiteit Utrecht. En in de enorm hoeveelheid vrije tijd die ik door mijn pensionering heb, ben ik ook voorzitter van de corona-klankbordgroep van de KNW. En in die hoedanigheid ben ik hier vanavond. En is het mij een eer en een genoegen om drie sprekers aan te kondigen die vanuit drie verschillende sociaal-wetenschappelijke invalshoeken hun licht laten schijnen op het thema van vanavond. Voordat ik ze aan u voorstel, of de eerste spreker aan u voorstel, wil ik een paar praktische dingen aan u melden. In de eerste plaats, deze bijeenkomst eindigt om 20:15, dus 8:15. En als het goed is, hebben we dan een half uur vragen beantwoord en daaraan voorafgaand een kleine 3 kwartier geluisterd naar de drie sprekers. Een 143 zie ik in mijn teller. Mensen nemen aan deze bijeenkomst deel op Zoom. En voor hun is het ook mogelijk om via de Q&A vragen te stellen aan de sprekers. Die zal ik uit de Q&A ophalen en aan voorlezen en aan hen voorleggen. Soms combineer ik ze. Het zal vast niet lukken om alle vragen te beantwoorden. Is heel jammer. Als u echt heel erg belangrijk vindt, kan u de mailadressen van de sprekers ongetwijfeld ergens vinden en hen die vraag voorleggen. Maar hopelijk zullen we de belangrijkste dingen ook kunnen behandelen. Kijkt u op YouTube, dan bent u even welkom. Maar dan kan u helaas geen vragen stellen. Dat ligt niet aan ons, maar aan de technologie. En dankzij die YouTube is dit webinar ook nog een keer terug te kijken als u daar behoefte aan hebt. Of u kan de link vanaf morgen doorsturen aan iemand die u ook hierop wil attenderen. Goed, dat waren de praktische mededelingen en nu onverdroten voort naar de eerste spreker. Dat is Godfried Engbersen, hoogleraar sociologie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Daarnaast lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, de WRR, en ook nog lid van de KNW. Godfried gaat spreken over de meerdeling van de samenleving en het woord is aan jou. Dankjewel Maarten en dankjewel voor de eervolle uitnodiging. Martine gaat me helpen om mijn PowerPoint tot jullie te laten komen. Ja, veel dank. Wat ik wil proberen in de korte tijd die ik heb gekregen is heel kort 4 zaken aanstippen. Ik heb in feite al de plot van mijn betoog verklapt in de titel, de meerdeling van de samenleving, maar ik wil bij 4 zaken stilstaan. Heel kort bij de metafoor van de tweedeling. Dan ons de vraag stellen: wat wisten we over sociale ongelijkheid aan de vooravond van COVID-19? Dan heel kort iets zeggen over een aantal bevindingen van mijn eigen onderzoek naar de maatschappelijke impact van COVID-19. En tenslotte stilstaan bij het ongeregeld heden. Mag ik de volgende slide alsjeblieft?
de volgende. Ja, veel dank. Nou, de metafoor van de tweedeling is natuurlijk beroemd geworden in het... in de algemene politieke beschouwing van 9 oktober 1984 van Joop den Uyl, die toen zei, en ik om hem te eren citeer ik hem, onze samenleving staat op breken, steeds diepere kloven tekenen zich af tussen werkenden en hen die van het arbeidsproces zijn uitgesloten, tussen hen die kansen hebben om deel te nemen aan nieuwe ontwikkelingen in techniek en economie en hen voor wie de poort naar de toekomst gesloten lijkt. Heel debat ontstaan toen over die tweedeling in de samenleving. Belangrijkste conclusie daaruit was toch dat die metafoor ongelukkig was. Men sprak ook wel over een tweederde samenleving. Want je hebt niet echt twee, als het ware, twee delen die tegenover elkaar staan. Er werd ook wel het begrip onderklasse geïntroduceerd. Maar men was niet helemaal gelukkig met dat begrip tweedeling. Maar zien we dat steeds diepere kloven zich nu aan het aftekenen zijn en tussen welke groepen. Mag ik de volgende slide? Dit is punt 1. Kijken we nu voorafgaand aan COVID-19. Er verschenen een aantal belangrijke studies. In het midden is een WR-studie. Maar belangrijk natuurlijk was een studie van Guy Standing, het precariaat, zo rond 2014. Die waarschuwde voor toch een onderklasse met mensen die een zeer precaire maatschappelijke positie hebben. Met name een onzekere arbeidsmarktpositie, ook een onzekere juridische status als illegale aan de onderkant van de samenleving. Daartegenover staat natuurlijk het werk van Thomas Piketty, met name het punt maakte van een groep vermogenden die steeds rijker aan het worden was. En tenslotte, en dit is een rapport van eigen makelij van de WER, ook bewegingen in het brede middensegment van de Nederlandse samenleving. Een rapport uit 2017 van de WER, de boodschap was: er is een stabiel middensegment met mensen toch in een zekere maatschappelijke positie. Maar we zien ook in dat middensegment een groep, met name wat jongeren, sterk afhankelijk van flexibele arbeid, moeite om toegang te krijgen tot de huisvestingsmarkt, die in een onzekere positie verkeert. Mag ik de volgende slide? Al dat onderzoek komt eigenlijk samen in het werk van Mike Savage. Recentelijk een boek verschenen, De terugkeer van ongelijkheid, maar in 2015 schreef hij een aardige studie, deels gebaseerd op de Great British Class Survey, over een moderne klassenstructuur, de klassenstructuur van de 21ste eeuw, gebaseerd op het werk van Pierre Bourdieu, kent het wellicht, zijn stelling was, wil je de klassepositie van mensen kennen, moet je aandacht besteden aan een culturele kapitaal, aan een economisch kapitaal, inkomen en vermogen. Cultureel kapitaal kan je meten dan door opleiding, maar ook met name cultuurparticipatie en sociaal kapitaal, de kracht van hun maatschappelijk netwerk. Kwam een klassenstructuur uit met 7 klassen, van een elite tot een precariaat. Degene onder u die dat willen kijken waar ze zelf staan, het is nog steeds op de BBC, is een link te vinden, kunt u zelf uw scores invullen. En ik vermoed eerlijk gezegd het merendeel van u zal behoren tot de elite of de established middle class. Nou, dit werk van Bourdieu, of van Mike Savage, mag ik de volgende slide, is een inspiratiebron geweest voor het Sociaal Cultureel Planbureau. Die heeft ook geprobeerd een vergelijkbare klassenstructuur of een groepstructuur te onderscheiden in Nederland. Een rapport uit 2014 is recentelijk overgedaan. We hebben 6 groepen onderscheiden, ook een bovenlaag. Een onderkant, het precariaat, en daartussen een breed middensegment en boven dat precariaat onzekere werkenden. Mag ik een volgende slide? Ik heb het zelf ook, het werk van Savage, op een iets andere manier dan het Sociaal Cultureel Planbureau, toegepast op de stad Rotterdam. Hier vindt u de gegevens over een deel van Rotterdam, namelijk Rotterdam-Zuid. Dat is een van de armste gebieden van Nederland, maar zelfs in dat gebied waar een Nationaal Programma Rotterdam-Zuid over bestaat, zijn die verschillende groepen aanwezig. Opvallend voor Rotterdam-Zuid is, en hier zijn ontwikkelingen in kaart gebracht tussen 2010 en 2019, is een grote onderkant, wat is toegenomen de laatste jaren, ruim 20%. Een sterk opkomende middengroep van 25%, ook toegenomen. Merendeel van hen heeft een migratieachtergrond, tweede generatie migranten. Ook een culturele middengroep van een zekere omvang, ook toegenomen. Je ziet hier al het proces van gentrification, wordt hier zichtbaar.
We zien ook een verbonden lagere groep. Dat is een groep met weinig economisch en cultureel kapitaal, maar een sterk sociaal netwerk. Traditionele arbeidersklasse, migrantengroep. En als gevolg van gentrificatie zie je dat die deels moeten wijken. Nou, één vraag voor u is natuurlijk de vraag, welke van die groepen worden nu geraakt door COVID-19 en de maatregelen? Mag ik de volgende slide? Nog een paar observaties aan de vooravond van corona. En we weten aan de vooravond van corona, er zijn hardnekkige sociaal-economische gezondheidsverschillen in Nederland. Lager opgeleiden hebben, als het gaat om gezonde levensverwachting, is die 15 jaar korter dan hoger opgeleiden. Er waren de rapporten van de commissie Borstlap, de rapporten van de WER over de Nederlandse flexibele arbeidsmarkt, toenemende verschillende arbeidscontractvorm, met name het verschil tussen mensen zeer flexibele arbeidsmarktrelatie en anderen. Er waren al indicaties van toenemende sociaal-ruimtelijke segregatie. En er werd al gewaarschuwd, met name door burgemeesters van een groot aantal gemeenten, voor het ontstaan van parallele werelden. Een voorbeeld werd genoemd Rotterdam-Zuid. Uit mijn onderzoek kunt u overigens opmaken dat je daar ook weer voorzichtig mee moet zijn. Dus zelfs in de armste gebieden van Nederland zijn er ook rijke delen aanwezig en zie je dus een differentiatie van groepen. Niettemin zie je daar een concentratie van armoede, mensen met een lage opleiding, een gering netwerk, geringe baan en werkzekerheid en een gering politiek en institutioneel vertrouwen. En tegenover die parallele werelden van Rotterdam-Zuid zijn natuurlijk ook parallele werelden van de hoger opgeleide en de welvarende, waar met name de beleidsmakers uitkomen die niet altijd weet hebben van die wereld in Rotterdam-Zuid. En ik denk dat het coronabeleid dat deels laat zien. Mag ik naar de volgende slide? Kom ik op mijn derde punt, namelijk naar die maatschappelijke impact van COVID-19. Nou, ik ben met mijn onderzoeksclub en ook in samenwerking met Bussemaker, Universiteit van Leiden, een groot onderzoek gestart, april 2020. Er zijn een groot aantal rapporten verschenen en dan kijken we naar de impact van COVID-19 en de maatregelen op werk en inkomen, op zorggebruik, mentaal welbevinden, op onderlinge solidariteit en vertrouwen. En we proberen als het ware het sentiment van het moment te meten. Nou, laat ik daar een paar zaken uitstippen. U kunt die rapporten overigens terugvinden allemaal op de link impactcorona.nl. Dat zijn algemene rapporten, maar er zijn ook working papers waar we de diepte in gaan, ook gebaseerd op veldwerk in die armere wijken in Den Haag en op Rotterdam. Het is overigens onderzoek, dat geldt voor heel Nederland, maar ook met een focus op de drie grote steden Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Wat komt er nou uit? Volgende slide alstublieft. Iedereen wordt natuurlijk geraakt als het gaat om besmetting, hè, van president, premier en prinses, maar ik ga een paar open deuren intrappen, COVID-19 is niet de grote gelijkmaker. Er is vaak gezegd, COVID-19 is een soort contrastvloeistof. Bestaande ongelijkheden die ik net juist geduid heb, zijn meer zichtbaar geworden en sommige zijn verdiept. Met name als het gaat, denk ik, op de arbeidsmarkt. En we zien dat de traditioneel kwetsbare groepen, als we die dimensies aflopen rond mentaal welbevinden, angst voor werk- en inkomensverlies, zien we namelijk de traditioneel groepen zijn meer geraakt. De lage opgeleide, de mensen die niet goed kunnen rondkomen met een slechte gezondheid, velen met een specifieke migratieachtergrond, et cetera. We zien ook dat er ook nieuwe kwetsbare groepen bijgekomen zijn. Jongeren, met name als het gaat om mentaal welbevinden, maar ook de hoger opgeleide ZZP'ers, werkzaam in zekere sectoren, zijn geraakt. Die vallen onder de jonge kansrijken van het Sociaal Cultureel Planbureau. Maar met name zien wij in Rotterdam-Zuid die opkomende middengroep, met een hoog cultureel kapitaal, ook een sterk netwerk, maar nog een kwetsbare arbeidsmarktrelatie. We zien ook wat wij noemen de contactarme middengroep. Mensen in het middensegment, maar met een heel beperkt sociaal netwerk, worden in sociaal-economisch en mentale zin geraakt. En we zien ook, niet alleen voor Rotterdam-Zuid, maar ook voor andere gebieden, je zou kunnen zeggen de traditionele vogelaarwijken, die zijn sterker geraakt. Volgende slide alstublieft. Het is duidelijk dat de gitzwarte voorspellingen aan het begin van de coronapandemie niet bewaarheid zijn geworden. Dat zien we ook als wij meten de angst voor baan, bedrijfs- en inkomensverlies. Dat was enorm hoog in april 2020, maar u ziet dat de getallen veel geringer zijn geworden. Bent u bang om uw baan te verliezen? Nog maar 14%. Geen baan meer te kunnen vinden? Dat is van 58 naar 30%.
failliet gaan ging van 70 naar 30%. Als je een eigen bedrijf hebt, bent u bang inkomen te verliezen van 46 naar 20. Je ziet al hier dat deze angsten gesitueerd zijn geworden bij specifieke groepen. Mag ik de volgende slide? Als het gaat om mentaal welbevinden, met name de meting van maart 2021, liet opvallende cijfers zien. Bijna 50% van de bevolking had het gevoel niets meer te hebben om naar uit te kijken. Velen voelden zichzelf gestrest, licht geraakt, moeilijk om je te ontspannen. Nou, die cijfers zijn bijgetrokken in die laatste meting van september 2021. En de grote vraag is, hoe zouden die cijfers nu zijn? En we zien met name dat de jongeren degene zijn die vaak angst en stress ervaren. Mag ik de volgende slide? Nou, dit kunt u niet helemaal zien, maar er staat afnemend vertrouwen in landelijke en lokale overheid. We meten ook het institutioneel vertrouwen, zowel in de overheden als in RIVM, GGD, ook huisarts, mensen in het algemeen. Opvallend is met name het afnemend vertrouwen in de landelijke en lokale overheid en in mindere mate in RIVM en GGD. Spectaculair is de daling van bijna 70%, het grote vertrouwen aan het begin van de crisis. En dat is een, ik denk dat Tom van der Meer daarna op in zal gaan, dat is vaak een gegeven bij het begin van de crisis, als men zich achter de autoriteiten schaart, maar dat vertrouwen is fors gekrompen. Mag ik de volgende slide? Waar we ook naar gekeken hebben is de relatie tussen sociaal media gebruik of informatiebronnen van mensen en vertrouwen. En we zien dat die mensen die vooral sociale media hebben als primaire informatiebron, een heel gering vertrouwen hebben in de overheid. En dat zijn ook met name die groepen die niet gevaccineerd zijn. Dus hier, als jullie kijken naar deze slide, bij eerste en tweede, dat zijn dus mensen die hebben aangegeven dat sociale media de primaire bron zijn van informatie. En je ziet dat die groepen vaak nog niet gevaccineerd zijn. Mag ik de volgende slide? Dit zijn een aantal highlights uit het onderzoek, waarbij je ziet, het zijn traditionele groepen worden geraakt en ook nieuwe groepen worden geraakt. Als het gaat om afname van vertrouwen, zie je dat eigenlijk bij alle groepen. En we zien ook een interessant onderscheid tussen hen die vooral sociaal media als belangrijke informatiebron hebben en anderen. Nou, nu naar de ongeregeldheden. Kunnen we daar nog iets zeggen in het licht van al die bevindingen? Januari van dit jaar heb ik gezegd, als je nu kijkt naar stedelijke rellen, bijvoorbeeld uit 1980 in Nederland, de Koningsrellen, bijvoorbeeld uit Parijs 2005, Londen 2011, Zweden 2013 en de recente rellen die we hebben gezien, de avondklokrellen en de recente rellen, met name in Rotterdam. Wat kan je daarover zeggen? Mijn stelling is dat je ziet heel veel morele duidingen, maar die zijn te normatief om het te begrijpen. Je ziet heel veel maatschappelijke duidingen, deels vanuit mijn eigen vakgebied, maar zijn te algemeen. Mijn collega Gabi van den Brink, een prachtige analyse in NRC over het neoliberalisme als mogelijke oorzaak ervan, maar naar mijn overtuiging te algemeen. Wil je het begrijpen, denk ik dat je toch naar een meer situationeel interactief model moet gaan. Dit zijn de elementen die ik de vorige keer heb behandeld. En ik denk dat ze nog steeds relevant zijn om te begrijpen wat in Rotterdam heeft plaatsgevonden. Een bepaalde incident aan aanleiding. En dat was het samengaan van verbod op vuurwerk, stadionverbod. En natuurlijk ook de COVID-maatregelen met de avondklok. Vormen van uitsluiting, je mag de deur niet uit. Je ziet dat mensen boos worden om verschillende redenen. Er is duidelijk een gemeenschappelijke vijand. Komt mooi naar voren uit die slides. De overheid wordt steeds meer gewantrouwd. Er is duidelijk, met name bij de jeugd, bij bepaalde groepen, ook een zucht naar excitement. En we zien dat sociale media een belangrijke rol spelen als organisator, regisseur en podium voor de strijd tegen bepaalde groepen. Het zevende puntje, dat is van deze slide weggevallen, is de specifieke rol van de politie. Zijn ze te veel afwezig? Kan rellen in de hand werken? Of zijn ze te sterk aanwezig? Dat kan als het ware ook rellen uitlokken. En ik denk nog steeds dat wil je begrijpen wat er heeft plaatsgevonden, dat we specifieker deze zeven factoren moeten analyseren in empirische zin en ook het relatieve gewicht ervan. En ik vind het jammer dat het tot op heden onvoldoende gebeurd is. Ik kom tot de afronding. Juist.
En mijn conclusie is, die metafoor van die tweedeling is onprecies. Ik heb natuurlijk in een sneltreinvaart wat hier gezegd, maar we zien veel meer, als ik nu de empirische bevindingen op mij in laat werken, een soort complexe verdeeldheid. Dus leeftijdsgroepen, heb ik nog niet zoveel over gezegd, klasse, aard van het arbeidscontract, sterkte van je netwerk, ook je politieke oriëntatie, daar wordt hier niet zoveel over gezegd, maar dat is ook erg bepalend, en de aard van informatiebronnen. Mijn conclusie is, onze samenleving staat niet op breken. Wel zie ik wel het risico van het ontstaan van parallele werelden. Dat laat ook mijn veldwerk in Rotterdam-Zuid en in Haagse wijken zien. Ik zeg, dat maakt mij grote zorgen, dat een bepaalde groep toch, als het ware, toch afdrijft van die samenleving. En we zien ook, denk ik wel, het risico op ontvlambare situaties. En ik zou het hier graag bij willen laten. Dankjewel. Dankjewel, Godfried. Nou, dat is een mooi verhaal om mee te beginnen. Geachte toehoorders, ik ben nog één ding vergeten. Als u vragen in de Q&A, ik heb ook al gezien dat er aanvullende informatie daar wordt verspreid. Geef dan ook even de naam aan van degene aan wie u de vraag richt. Alle vragen die tot nu toe gesteld worden zijn voor Godfried Engbersen. Maar nu komt de tweede spreker. En dat is Denise de Ridder. Zij is hoogleraar psychologie aan de Universiteit Utrecht. En zij gaat spreken over alleen samen krijgen wij corona eronder, tussen aanhalingstekens, holle frazen of voornemen met potentieel. Denise, het is aan jou. Dankjewel. Ja, dat was inderdaad de titel van mijn lezing. Holle frazen of voornemen met potentieel. En daarbij refereer ik natuurlijk naar het credo dat de overheid gebruikt om corona-pandemie te bestrijden. Maar laten we maar met de deur in huis vallen en beginnen. Godfried refereerde er ook nog even aan. Herinneren ze zich deze voorvallen nog? De avondklokrellen in januari. De illegale coronafeestjes. Lijkt al heel lang geleden, maar dat was in het voorjaar. Coronabetogingen hebben we ook nog gehad in de zomer. En dan, het lijkt wel, elk kwartaal is een nieuw soort protest. En uiteindelijk de rellen in Rotterdam in de afgelopen maand. Ik neem aan dat u deze voorvallen nog herinnert, want ze zijn heel recent en ze waren prominent in het nieuws. Maar, daar wil ik u ook dit voorleggen. Is het u opgevallen dat het RIVM, de Corona Gedragsunit, een website heeft waarin ze allerlei voorbeelden van lokale initiatieven documenteren, variërend van kinderdagverblijven tot begrafenisondernemers, tot mensen die festivals organiseren, tot mensen die thuiswerken. En waarin verhaal gedaan wordt van hoe die mensen inventief en creatief met de coronacrisis omgaan. Ik denk van niet, ondanks dat deze documentatie ook breed op LinkedIn wordt gedeeld. Misschien deze wel, die kwam ik gisteren tegen bij het voorbereiden van deze presentatie. Het positieve nieuws dat zich bijna 10.000 mensen gemeld hebben om te helpen bij het zetten van boosterprikken. Wat moeten we nu van deze incidenten maken? Is er inderdaad sprake van een tweedeling? We zien hele boze mensen die de straat op gaan. Maar we zien ook mensen die heel positief zijn en proberen het beste ervan te maken. Of is hier wat in de psychologie genoemd wordt een negativity bias, dat we eigenlijk veel meer aandacht hebben voor negatieve zaken. Nou, ik heb daar eigenlijk de afgelopen maanden, of eigenlijk sinds er vooral gesproken werd over een tweedeling, veel over nagedacht. En mijn eerste gedachte was eigenlijk, bij een tweedeling denk ik aan 50-50, misschien 60-40, misschien 70-30. Maar niet aan de situatie die we nu zien. En ik raakte dat toch een beetje van in de war en ik voelde me ook redelijk naïef. Tot gelukkig burgemeester Bruls van het Veiligheidsberaad precies zei wat ik eigenlijk ook al een beetje vermoedde. Dus dat was fijn om een medestander te hebben.
En daarbij een onderscheid maakte van, moeten we niet beter kijken? Er zijn een aantal relschoppers, maar er zijn nog veel meer mensen die twijfelen. En er is een groot aantal mensen dat steun heeft voor het beleid. Dus is hier nu wel werkelijk sprake van een tweedeling? Nou, laten we er wat cijfers bij halen. Dit zijn cijfers van de Corona Gedragsunit. Ik zit daar in de Wetenschappelijk Adviesraad. En samen met mensen van de adviesraad en van de unit hebben we de cijfers voor draagvlak op een rijtje gezet. En dit gaat van april 2020 tot mei 2021. Er zijn ook recentere cijfers. Maar hier zie je dat eigenlijk het draagvlak opvallend stabiel blijft. Het fluctueert een beetje. En voor sommige dingen neemt het af, maar eigenlijk heel rationeel. Je ziet het aantal maximum bezoekers thuis, dat kan op weinig draagvlak rekenen. En dat is ook wel logisch, want dat is moeilijk te begrijpen regel. Je ziet ook dat er bij jongeren, dat zie je niet in deze slide, maar bij jongeren neemt het iets sterker af. Maar overal is het best positief. Op een 1 tot 5 punt schaal zit het dicht tegen de 4 aan of daarboven. Dit zijn iets recentere cijfers. En daar zie je opvallend genoeg dat nu met weer een nieuwe golf, waar we eigenlijk al middenin zitten, dat het draagvlak voor de maatregelen weer stijgt. Wat betekent dat kennelijk de samenleving responsief is voor de ernst van de pandemie. En toegegeven, de echte diehard critici van het beleid zul je niet terugvinden in deze RIVM-enquêtes, maar overal, het zijn toch 50.000 mensen, geeft dat een aardig beeld. Vorige week zijn deze cijfers nog eens gerelateerd aan vertrouwen in de overheid. En daar komen 4 groepen uit naar voren. Mensen met veel vertrouwen die de maatregelen steunen door dik en dun. Dat is zo'n 10 tot 20%. Er zit zeker een zekerheidsmarge in. De gezagsgetrouwe mensen die de maatregelen steunen, maar onder voorwaarden. Dat is 35 tot 45%. Twijfel aan beleid, beperkte acceptatie, maatregelen 30 tot 40%. En mensen met heel weinig vertrouwen die gekant zijn tegen alle maatregelen. En ik vermoed toen Bruls zijn uitspraken deed over dat we ons minder moesten richten op mensen die heel weinig vertrouwen hebben, dat hij eigenlijk ook deze memo in zijn achterhoofd had. Wat moeten we nu doen als er zeg maar een tweedeling, voor zover die er al sprake is, daar al sprake van is, om die kleiner te maken? Ik denk niet dat we ons moeten richten op groep 4. Dat is een groep die wel belangrijk is, maar waar veel meer voor nodig is en wat ook veel dieper gaat dan corona. Groep 1 en 2 zou ik zeggen, daar, dat is ook een groep waar die veel zelf ook willen doen om de maatregelen te steunen. Maar de groep van die twijfelt en die beperkt accepteert, die is toch van best nog groot. Dus de 30 en de 40%, als we op de veilige midden gaan zitten, 35%. Hoe nemen we deze twijfelaars mee? Nou, één manier is natuurlijk beter communiceren over gedrag. En in kranten, televisieshows, radio-uitzendingen kun je geregeld gedragsdeskundigen en communicatiedeskundigen tegenkomen die uitleggen dat de maatregelen die virologen en epidemiologen bedenken, dat het gewoon afkondigen niet voldoende is. Je moet goed over communiceren. En recent nog in een artikel in de Volkskrant zei een aantal deskundigen, vat het mooi samen, leg kraakhelder uit wat je verwacht, laat zien waarvoor we het doen, maak het zo makkelijk mogelijk en geef niet snel het signaal dat alles weer kan. Ben ik het helemaal mee eens en dat lijkt me ook veel beter dan zeg maar, de manier waarop het toch nu vaak gecommuniceerd wordt, in ieder geval tijdens persconferenties, dat mensen beschuldigend worden toegesproken dat ze hun verantwoordelijkheid niet nemen. En ik noem dat maar even met een zelfverzonnen term, paternalistisch liberalisme. Je geeft mensen wel de vrije keus en tegelijkertijd verwijt je als ze die keuze maken. Maar ik denk dat het probleem veel dieper is dan communicatie. En dat het ligt aan dat we niet goed invulling geven aan het credo van de overheid,
corona oplossen of corona oplossen, met corona leven, de pandemie bestrijden, doen we samen. En we zoeken dus eigenlijk, en daarmee quote ik even een kop uit de NRC, gezocht de doe het samen borgen. Hoe kunnen we dat vermogen tot wat wel degelijk er is, als je kijkt bijvoorbeeld naar die creatieve initiatieven van die het RIVM documenteren. Hoe bereiken we die burger en hoe kunnen we zorgen dat dat meer gebeurt? Nou, ik heb er was mij 10 minuten beloofd, dus ik geef een paar voorbeelden. Dat is niet uitputtend, maar ik denk aan een paar zaken. Ten eerste zou ik willen zeggen dat als je de burger mee wil nemen en een beroep wil doen op samen, dat dat niet betekent dat de over zich helemaal moet terugtrekken, maar juist een duidelijke standaard moet stellen tussen dwang, denk even aan vaccinatie, maar een ding te noemen, tussen dwang en vrijblijvendheid is een derde weg. Duidelijk maken wat je wil van de burger, in plaats van steeds zeggen dat ze zelf mogen kiezen, maar wel boos worden als ze het niet doen, dat lijkt me geen goede weg. En om maar een voorbeeld te noemen, een begrip uit de psychologie is pluralistic ignorance. Heel lelijk in het Nederlands wordt dat wel eens vertaald met meervoudige onwetendheid. En dat is wat jij denkt, kort gezegd, wat jij denkt dat de groepsnorm is, maar die je eigenlijk niet deelt, dat je daar toch aan houdt, omdat je denkt dat iedere ander dat doet. En andere mensen doen dat op hun beurt ook, waardoor iedereen eigenlijk gedrag vertoont wat hij zelf, waar hij niet achter staat, maar denkt dat dat zo hoort. Ik heb hier een foto van een mondkapje bijgezet, omdat ik moet bekennen, ik was voorstander van een mondkapje, maar voordat het verplicht was, voelde ik me ook een beetje onnozel dat ik als enige de straat op ging en de supermarkt op ging en andere mensen allemaal geen mondkapje droegen. En ik denk dat dat bij veel andere mensen ook zo werkte, want op het moment dat het verplicht werd, of in ieder geval een dringend advies, zag je dat veel meer mensen mondkapjes gingen dragen. Dus ik denk dat een duidelijke standaard en dat ze open zijn over wat er van mensen verwacht wordt en mensen zich daarna gaan gedragen, dat die norm ook zichtbaar wordt voor anderen. En dat is ook zeg maar mijn tweede punt, dat ik misschien in het licht van die negativity bias, dat we veel te weinig aandacht besteden aan de goede initiatieven die veel mensen wel houden. Ik was een groot bewonderaar van Frontbericht vorig jaar. Het is nu weer begonnen. Maar ik zou, het is heel belangrijk om aan de overbelasting van de mensen die in de zorg werken aandacht te besteden. Maar ik zou er heel erg voor pleiten, en ik weet niet of Jeroen Pauw luistert, maar voor een Frontbericht 2.0. Waarin we aandacht besteden aan de gewone mensen, niet de mensen die in de zorg werken, maar die proberen zo goed en zo kwaad als het gaat samen corona te bestrijden en allerlei initiatieven om oprichten om zo goed en zo kwaad toch met elkaar verder samen te leven. En het derde voorbeeld dat ik wil noemen, in de afgelopen jaren zijn er meerdere psychologische onderzoeken geweest, onder andere een van mijzelf en met collega's, waarin we campagnes hebben gedaan met een beroep op empathie. En niet zozeer alleen een beroep op kwetsbare anderen, maar ook het beroep op bekommernis met het belang van de samenleving als geheel. Wij waren niet de enige, er zijn ook anderen. Als je probeert mensen aan te spreken op we moeten voor elkaar zorgen, we moeten ons aan de maatregelen houden om te zorgen dat we allemaal weer verder kunnen, jongeren, ouderen, mensen die werken, dan zien we dat daar een effect van is. En ik denk dat dat is ook een invulling aan zeg maar, hoe we als samenleving samen door deze pandemie heen komen. En ik ben bijna aan het einde. Ik denk dat het ook echt beter kan. Er zijn al veel geluiden geweest bij tussentijdse evaluaties dat Nederland toch wat eigenzinnig is en het altijd beter weet. En recent kwam mij ter oren dat in België en Duitsland lokale initiatieven zijn gestart om boostervaccinaties te bevorderen met medewerking van bibliotheken, buurthuizen en bedrijven. En even los van de vraag of vaccinaties een vrije keuze moeten zijn of niet,
Ik denk dat ook als het een vrije keuze is, zou het goed zijn als op lokaal niveau over nagedacht wordt om mensen aan te moedigen en in ieder geval over na te denken en in gesprek te gaan. En in Duitsland hebben allerlei bedrijven zich ook achter deze campagne geschaard. Ik zal u mijn Duits uitspraak besparen. U kunt het zelf lezen. Maar je ziet, ik heb niet zulke mooie credo's van de bibliotheken en de buurthuizen. Maar dat er potentie is in de samenleving om op lokaal niveau dingen zelf te organiseren. Grappig genoeg heeft de Duitse overheid hetzelfde credo, zusammen gegen corona, daar gaat hij toch even in het Duits. En ik zou zeggen, als wij dit credo, wat we eigenlijk veel te weinig zien, wat wel een mooie achtergrond is bij persconferenties, dat we daar invulling aan moeten geven op allerlei niveaus. En dat niet alleen dat de overheid ook probeert burgers ons te stimuleren om samen corona onder controle. Dank u wel. Dank je wel, Denise. Heel interessant verhaal, waar we straks ook nog op terug gaan komen. Wanneer we de volgende, laatste spreker gehoord hebben. En Denise, jij moet nu weer even je camera uitzetten. Want ja. Het is nu de beurt aan Tom van der Meer. Die politieke wetenschap doseert aan de Universiteit van Amsterdam. En hij gaat ons toespreken. En mijn iPad is nu uitgegaan, Tom. Dus je moet zelf wel even vertellen wat ook weer de titel van je verhaal is. Maar voor de goede orde, dames en heren. Het eerste verhaal ging over de maatschappij. Het tweede over gedrag. En dit zal over politiek zijn. Tom. Het woord is aan jou. Zojuist is het al aangestipt door Denise dat wanneer we denken aan de coronapandemie, dan denken we ook in het laatste jaar met name aan reacties als bubbels waar mensen in zitten en gesterkt worden in hun opvattingen. Dan denken we aan de rennen, we denken aan het Malieveld dat vol staat met demonstraties, we denken aan de rechtszaken. En aan de andere kant moeten we ook vaak denken aan die grote meerderheid die vertrouwen blijft houden in die grote hoofdlijnen van het beleid. En de vraag die hierbij wel opkomt is, worden mensen tegenwoordig door corona meer verdeeld door hun opvatting over de politiek? Is dat vertrouwen in de politiek door corona zelf politieker geworden? En dat is een gebied waar ik en een aantal collega's van me al een aantal jaren onderzoek naar proberen te doen. Belangrijk is ook hier om eerst even naar de achtergrond te kijken. We zien hier een trend van het vertrouwen in de regering, de oranje lijn en de Tweede Kamer, de meer groenig-blauwe lijn. Vanaf 2008, dit is onderzoek van het COB, ook recent nog gepubliceerd in het rapport van het Nationaal Kiesonderzoek door Paul Dekker en Josje de Ridder. En daarin zien we dat door de tijd heen het vertrouwen stijgt en daalt. Maar rond de coronacrisis gebeurt iets bijzonders. We krijgen een enorm hoge piek. En ik doe nu een jaar of 18 onderzoek naar vertrouwen in de politiek en een piek van deze hoogte hebben we in Nederland niet eerder meegemaakt. Vervolgens daalde dat vertrouwen overigens weer snel. Rond verkiezingsdag lag het vertrouwen op het meerjarige gemiddelde van het verleden. En inmiddels is het daar ver onder doorgezakt, zoals Godfried zojuist heeft laten zien. Die piek die we zagen aan het begin van de coronacrisis, dat was een rally around the flag. En dat wegzakken ervan, dat gebeurt ook over het algemeen wanneer er sprake is van zo'n rally. Want ja, de trots, het vertrouwen dat je krijgt door zo'n externe dreiging, een nationale externe dreiging, dat ebt weg. De dreiging is niet langer extern als die maanden en maanden volhoudt. Want op een gegeven moment wordt het een interne dreiging waar de eigen regering onvoldoende tegen opgewassen is gebleken. Maar dit betekent niet, die daling, dat burgers ook harder tegenover elkaar komen zijn te staan in termen van vertrouwende politiek. Ook hier is het goed om even meerjarig terug te kijken. Hoe werkt het in Nederland? We zien hier een staartje op basis van het Nationaal Kiezersonderzoek, waarin ik de verschillende groepen kiezers van de grote politieke partijen heb uitgezet naarmate het vertrouwen dat ze hebben in het parlement. Dus we zien hier in 1998 zien we dat D66 kiezers heel veel vertrouwen hebben. Zo'n 80% had veel of tamelijk veel vertrouwen in het parlement. En de kiezers van de SP, toen nog een relatief kleine groep, die hadden het meeste vertrouwen met iets minder dan 40%.
En wat gebeurde er vervolgens? Dat zien we wel vaker in Nederland. De SP vertegenwoordigt wantrouwende kiezers. Maar door die kiezers te vertegenwoordigen, weet de SP de kiezers het systeem mee in te nemen. Dus de kiezers van de SP die krijgen meer vertrouwen in de politiek. Dat gebeurde eerder ook al. Denk in de jaren 60 had je D66, dat kiezers probeerden te mobiliseren door het systeem op te willen blazen. En we zagen in 1998, 30 jaar later, waren de D60-kiezers de meest vertrouwende van Nederland. Ja, in 2002 was een andere partij, de lijst Pim Fortuyn, trekt ook wantrouwende kiezers aan en neemt die mee het systeem in. Maar daarna gebeurt er iets nieuws in Nederland, iets geks. Er komt een nieuwe partij op, zoals zo vaak, de PVV. Maar de PVV-kiezers, die zijn wantrouwend en die blijven wantrouwend. Zelfs op het moment dat de PVV eigenlijk feitelijk mag gaan meeregeren in 2010, daarna blijven ook de kiezers van de PVV wantrouwen houden in de politiek. En de PVV voedt dat ook. Dus we zien in toenemende mate door de jaren heen dat het kiezers zich steeds meer gaan uitsorteren over partijen op basis van het vertrouwen of het wantrouwen dat ze hebben in de politiek. De kloof tussen de meest vertrouwende kiezers, in dit geval in 2012 bijvoorbeeld GroenLinks en D66, en de minst vertrouwende, in 2012 de PVV, is groot en blijft groot. In 2021 krijgen we nog Forum voor Democratie die echt groeit en dat dan de nieuwe partij wordt van de minst vertrouwende kiezers. Dus het politiek wantrouwen is een factor geworden in ons stemgedrag. Het is politieker geworden. En daar komt iets anders bij wat dit probleem verergert, vergroot. Namelijk het partijstelsel is in tweeën gescheurd in de laatste paar jaar. Vanaf 2002 konden we Nederland grofweg indelen in twee blokken. Dat kiezers die tussen de linkse partijen bewegen, PvdA, GroenLinks, SP, Partij voor de Dieren. En kiezers die tussen de rechtse partijen kiezen. VVD, CDA, PVV, Forum. Voorheen ook nog Trots op Nederland, de LPF. En wat je één echte middenpartij de kiezers van allebei de kanten kon trekken, en dat was D66. Dat is vanaf dit jaar eigenlijk toch echt wel veranderd. Er is een scheuring in het rechterblok ontstaan, waardoor we nu drie blokken hebben. Het linkse blok is intact gebleven, maar wel kleiner geworden. We hebben een centrumrechtsblok, VVD-CDA. En we hebben tegenwoordig een radicaal rechtsblok. En tussen dat centrumrechtse blok en dat radicaal rechtse blok zit weinig uitwisseling meer. Tussen links en centrumrechts zit nog steeds D66. En tussen radicaal rechts en rechts zit misschien nog JA21. Dat kan zich gaan ontwikkelen als het redelijke alternatief voor de VVD en het CDA. En een bestuurlijk alternatief voor de PVV en forumkiezers. Waarom doet dit ertoe? Nou, deze breuklijn op rechts hangt heel erg sterk samen met het vertrouwen van de kiezers in de politiek. Dus het wordt steeds moeilijker voor die PVV-kiezer of die forumkiezer om het systeem mee ingetrokken te worden. Want ze zitten in een eigen blok. Ja, dit zijn data uit het Nationaal Kiezersonderzoek die het bevestigen. Kijk naar de groene vakjes. Dat zijn de kiezers van partijen die elkaar overwegen. Dan zien we bijvoorbeeld dat de GroenLinks-kiezers hebben een donkergroene band met SP-kiezers, met PvdA-kiezers. Dus die overlappen behoorlijk. En datzelfde zien we in het midden voor CDA-VVD. En we zien het op rechts met JA21 PVV en Forum-kiezers. Dat zijn echt drie blokken geworden in de Nederlandse politiek. Met weinig uitwisseling. Wat gebeurde er dan tijdens corona? Wanneer we het hebben over die uitsplitsing van kiezers naar hun vertrouwen. Hier maak ik gebruik van andere gegevens. Verzameld door de Universiteit van Amsterdam in samenwerking met Kantar. En dit staatje laat zien wat het percentage van mensen is met vertrouwen in het parlement. Minus het percentage zonder vertrouwen of met wantrouwen in het parlement. En dan zijn er partijen met relatief veel netto vertrouwen. Dat zijn opnieuw D66 en GroenLinks. En er zijn ook partijen met weinig vertrouwen, zoals de PVV en vooral de forumkiezers. Dit was 1 week voordat de lockdown begon. En dit is heel belangrijk, want zojuist werd ook al gezegd, in april steeg het vertrouwen naar een hoogtepunt. Dus je moet vlak ervoor zitten om eigenlijk de status quo beter te pakken. Wat gebeurt er na het instellen van die lockdown? Nou, eerst gaat het vertrouwen omhoog en daarna weer omlaag. Maar belangrijker misschien nog wel, het vertrouwen gaat vooral omhoog onder de kiezers van Forum en de PVV en de SP. En dat wordt hier nog enigszins vertekend. De heleboel kiezers van Forum en de PVV zijn op dat moment overgestapt naar een van de regerende partijen. Met name naar de VVD in hun voorkeuren. Dus die verschillen zijn nog kleiner geworden dan dit figuurtje ze al laat lijken. Maar daarna, al in oktober 2020...
worden de oude verhoudingen weer meer hersteld. En dan zien we dat de splitsing, het verschil tussen de meest vertrouwde partijen en de minst vertrouwde partijen, gewoon weer zo groot was als normaal. Dit laat ook het Sociaal en Cultureel Planbureau zien. Ik heb Emily Miltenburg en Josje de Ridder gevraagd om even deze bevindingen te checken. En ook zij zeggen, ja, in januari 2020 voor corona waren de verschillen tussen kiezers groot in hun vertrouwen. En het begin van de lockdown wordt het opeens een stuk kleiner. Daarna wordt het weer zo groot als het al was. Om vervolgens in de afgelopen paar maanden weer kleiner te worden. Maar dat die verschillen de laatste paar maanden kleiner zijn geworden, heeft vooral ermee te maken dat zelfs de meest vertrouwende kiezers weinig vertrouwen meer hebben in de politiek. En dat heeft veel te maken met het intern functioneren van de Haagse politiek op dit moment. Dus we zien dat het vertrouwen in de politiek gepolitiseerd is geraakt. Dat is niet door corona en de daaropvolgende crisis veroorzaakt, maar het is wel aan het licht gekomen. In feite is hier wat Godfried zojuist al zei, een bewaarheid. Eigenlijk fungeerde de coronacrisis als een soort van contrastvloeistof. Die grote kloof tussen vertrouwende en wantrouwende kiezers, die zo gepolitiseerd is geraakt, kwam hierdoor aan het licht. En dat doet ertoe, dat maakt echt uit. Om een aantal redenen. Ten eerste heeft dit vertrouwen in de politiek gevolgen voor het losers consent. De instemming van de verliezer. Dat is de instemming van mensen, van kiezers, die bij de verkiezingen verloren hebben, of bij de formatie buitenspel staan, dat de procedure en de uitkomst legitiem zijn. En het is juist belangrijk dat de verliezers daarmee instemmen, want ja, de winnaars, die krijgen toch tot op zekere hoogte wel hun zin. En we zien dat bij de verkiezingen van afgelopen maart, die verschillen tussen vertrouwende en wantrouwende kiezers, behoorlijk fors was. We hebben gevraagd naar hoe betrouwbaar denkt u dat stemmen in het stemhokje was. Over het algemeen zeggen kiezers dat dat wel betrouwbaar was. En er zijn maar weinig kiezers die zeggen dat het onbetrouwbaar was. Maar onder PVV en Forum kiezers zegt een kleiner deel van de mensen dat de klassieke stemmethode, het stemhokje, een betrouwbare methode is. Vooral valt op bij Forum voor Democratie hoeveel mensen daar zeggen dat ze eigenlijk niet weten of het wel betrouwbaar is. Schrikbarender vind ik de uitkomst wanneer het gaat om de betrouwbaarheid van de briefstem die werd ingevoerd tijdens corona. Wat we dan zien is dat kiezers in het algemeen wat terughoudender zijn hierover, wat minder fiducie hebben in die methode, wat minder vaak zeggen dat dit betrouwbaar is. Maar let hier ook opnieuw op de PVV-kiezer en vooral de Forum-kiezer. Van de PVV-kiezers zegt maar 1 op de 3 mensen dat stemmen per brief een betrouwbare methode is. Van de Forum-kiezer is dat 1 op de 9. Maar 11% van de Forum-kiezers zegt dat het enigszins of zeer betrouwbaar is. En bij de Forum-kiezers is zelfs de meerderheid die zegt, nee, dit is een onbetrouwbare methode. Dit is een risico, omdat juist dat losers consent en de procedurele rechtvaardigheid, de ervaren procedurele rechtvaardigheid van de verkiezingen, het sluitsteen zijn van een goed functionerende democratie. Een tweede probleem heeft te maken met law compliance. Het volgen van wetten, het instemmen van wetten, het aanvaarden van beleid en maatregelen, zelfs als je het er niet mee eens bent. En ook hier zien we diezelfde kloof weer terugkomen. Dat zijn de Forum-kiezers, de PVV-kiezers, maar ook de kiezers van DENK in jaar 21. De wantrouwende kiezers die ontevreden zijn over het beleid en eigenlijk ook vinden dat de economie gewoon open moet. We zien ook bij de Forum-kiezers dat een hele grote groep zegt dat ze zich gewoon geen zorgen maken over besmetting met het coronavirus. En dat kan vanuit de kiezers of vanuit de partij geredeneerd een heel legitiem standpunt zijn. Maar opmerkelijk is hoe groot deze tegenstellingen zijn. Want dit kan gevolgen hebben voor wetgeving. Want de acceptatie, de bereidheid om nieuwe wetgeving te accepteren voor de gemeenschap, ook als je het niet mee eens bent, wordt lager als je de overheid zelf minder vertrouwt. En we zien dat in dit geval het coronabeleid heel erg samenhangt met het wantrouwen dat toch al bestaat in regering en parlement. Dan tot slot de vraag, waarom is dan dat politiek wantrouwen politiek geworden door de jaren heen? Hier moet ik iets meer gaan speculeren. Er zijn wat meerjarige trends en analyses waar we naar kunnen wijzen. Een deel zit bij het functioneren van de samenleving zelf. We hebben, zoals Godfried ook al zei, een ongelijke democratie. Op 2 manieren. Ten eerste hebben we een democratie die aantoonbaar beter functioneert voor bijvoorbeeld hoger opgeleiden dan voor lager opgeleiden. Die segmentatie van de samenleving waar Godfried het over had, dat zien we eigenlijk ook terug in steun voor de democratie, tevredenheid met het functioneren van de democratie. De groepen die aan de onderkant van de samenleving zitten, die voelen zich minder goed vertegenwoordigd, maar die worden ook minder goed vertegenwoordigd, zowel demografisch
als in het beleid. Daarnaast is er een politieke leemte. In Nederland zijn er behoorlijk wat kiezers, juist wantrouwende kiezers, die zich economisch links plaatsen en op culturele thema's in de conservatieve hoek. En juist daar zit een gat in de Nederlandse politiek. Maar ook vanuit de kant van de politiek is er reden waarom dat wantrouwen politiek is geworden. En daarvoor hoeven we niet eens zo heel veel verder terug te kijken dan de afgelopen verkiezingen. Te vaak wordt de waardestrijd die essentieel is voor een democratie in het politieke midden niet meer gevoerd. De afgelopen verkiezingen draaiden veelal om een conflict om leiderschap. Mark Rutte bijvoorbeeld was het focal point van de verschillende partijen. Van GroenLinks, van de PvdA, maar ook van het CDA en van de PVV. En Mark Rutte ging niet de inhoudelijke strijd met ze aan. Hij zei tamelijk consequent, ik ben het met u eens. Maar de vraag is hoe we dit gedaan krijgen. Hij maakte van de verkiezingen een verkiezing rond leiderschap. Dat gebeurde ook in 2019, dat gebeurde ook in 2017. En dat kan op korte termijn goed zijn voor de premier, want die kan zijn premiersbonus incasseren. Maar het gevolg daarvan is wel dat als leiderschap, en daarmee vertrouwen in leiderschap, de inzet is van de verkiezingen, dan zou je zien dat kiezers zich daarna gaan uitsplitsen. Het alternatief is natuurlijk conflict rond inhoud. Inhoudelijke tegenstellingen, waarde tegenstellingen uitvergroten, zodat kiezers zich daarna gaan segmenteren. Dan zal het wantrouwen een ondergeschikte rol gaan spelen, zoals in het verleden het geval is geweest. Ook vanuit de bestuurlijke kant zien we dit terugkomen. Dus niet alleen in de verkiezingstijd van de volksvertegenwoordiging, maar ook vanuit het bestuur. Wanneer zware beleidskeuzes als een soort van pragmatische technocratie wordt neergezet. Michael Bang-Petersen, een communicatiewetenschapper uit Denemarken, die daar nauw betrokken is geraakt bij Deense beleid, geeft ook heel erg aan, jongens, we moeten oppassen voor altijd dichtgetimmerd beleid. Wat heel erg belangrijk is, in coronatijd, waarom het in Denemarken relatief goed gaat, is een heel erg open en transparante manier van beleid voeren. De waarden steeds voorop zetten. En vanuit een volledige openheid van zaken aangeven welke keuzes waarom gemaakt moeten worden. Burgers vertrouwen en meenemen in een soort van lotsbestemming. Hoe meer dat ontbreekt, hoe vager die communicatie wordt, hoe moeilijker het is om mensen mee te krijgen. En dan wordt de inzet voor corona een vertrouwenskwestie. Kortom, de coronapandemie was geen oorzaak of zelfs geen accelerator van de politisering van het wantrouwen. Maar die crisis brengt de politieke scheidslijnen wel steviger aan het zicht. En ik vind echt dat voorbeeld van de contrastvloeistof een hele effectieve in dit geval. En dit is relevant, want dit heeft gevolgen voor de effectiviteit van beleidsmaatregelen. Juist in de tijd waarin we dat dus niet kunnen veroorloven, in tijd van meerdere crisis, die tegelijkertijd spelen. Dank u wel. Dank je wel, Tom. Heel helder verhaal. Ik wil nu de andere twee sprekers vragen om ook hun camera aan te zetten, zodat wij een mooi panel vormen hier op het scherm. En vervolgens ga ik uit de chat een paar vragen voorlezen van soms bekende en soms minder bekende collega's. Of misschien zelfs mensen uit het algemene publiek, hoewel ik frappant veel van de namen identificeer als een universitaire affiliatie. Ik wil beginnen met een hele technische vraag aan Godfried, want dan hebben we dat maar meteen gehad. Die vraag wordt gesteld door Marcel Das van Center Data. En die vraagt zich af of hier een zuivere kansteekproef onder de data zit, of een zichzelf selecterende steekproef. In het laatste geval namelijk, waarom kunnen deze resultaten dan als representatief voor heel Nederland worden beschouwd? Nou, Godfried, je hebt niet voor niks de cursus in het eerste jaar statistiek gevolgd. Hier komt-ie. Nou, ik maak gebruik van de panelstudies van Kieskompas. Van dit soort dataverzameling, volledig representatief is het niet. Het geeft een redelijke afspiegeling. Dat zou het meest eerlijke antwoord zijn. Wel is het zo door de participatie van de gemeente Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, die extra hun best hebben gedaan ook die onderkant erbij te betrekken, is dat in meer of mindere mate gelukt. Maar ik zou zeggen, het geeft een redelijk beeld van wat in Nederland gaande is. En mocht de persoon geïnteresseerd zijn, dan kunt u op de site van Kieskompas en alle details, hoe zeg maar, de steekproeftrekking plaatsvindt. Even een leken vraagje van mij erachteraan.
het feit dat jullie vooral onderzoek doen in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Ook onderzoek. Verandert aan dat verhaal niks? Nee. Oké, goed. Nou, dat is helder. Oké. Dan heb ik een vraag. Ik doe elke spreker ga ik twee vragen voorleggen. En als we tijd hebben, dan kom ik terug voor nog een rondje. Tom Wildhagen van de Universiteit van Tilburg vraagt ook aan Godfried. Valt er iets te zeggen over het feit dat de jongeren die meededen in die onlusten, onder andere in Rotterdam, maar bijvoorbeeld ook participeren in de drugswereld, valt daar iets meer over te zeggen, over het feit dat ze steeds jonger worden? Nou kijk, het begrip parallele wereld wordt in Nederland in twee betekenissen gebruikt. Of niet? A, als het gaat om vraagstukken van veiligheid, inderdaad bepaalde drugscircuits, ook vaak met geografisch gelokaliseerd, aan meer parallele werelden in een wat bredere betekenis, zoals ik het heb gebruikt. Het is naar voren gebracht toen de rellen plaatsvonden in de Afrikaanderwijk, maar ik zie niet die connectie, eerlijk gezegd. Ik zie niet die connectie. Wat je zag, is natuurlijk dat jongeren uit Delfshaven, soms 13, 14, 15 jaar oud, ook mee gingen doen aan de rellen. Maar dat was toch veel meer klassiek ritueel gedrag van politie uitdagen, dan dat we nou echt te maken hadden met een harde onderwereld van drugsrunners die actief werd. Dankjewel. Denise, jouw camera staat nog uit. Ik hoor jullie wel in mijn microfoon, dus het, maar mijn video reageert niet meer. Hij wil me niet meer. Jammer. Of was ja, het maar is ook erg jammer. De genderbalans. Maar ik ga jou toch dan een vraag voorleggen van Hille Vos. Die vraagt, of die zegt eigenlijk, het is belangrijk dat burgers initiatief tonen en samenwerken in de bestrijding van de corona. En de vraag is eigenlijk, kan je daar wat meer concrete voorbeelden van geven? Want je liet wat plaatjes zien, maar vertel er iets meer over. De plaatjes die ik liet zien, en daar ben ik ook bij betrokken nog steeds, is dat is het meest concrete aantal voorbeelden dat ik kan geven. En als je geïnteresseerd bent, kan je ook heb ik de link naar de RIVM, betreffende RIVM-website erbij gezet. Er zijn geloof ik in totaal nu 30 voorbeelden, verhalen opgehaald van mensen die proberen zo goed en zo kwaad als gaat hun werk door te laten gaan. Dus dat varieert van een even de meest spraakmakende, ondernemer die of het Oerol-festival, niet Oerol, maar een vergelijkbaar festival, die probeerde met 1,5 meter en voldoende hygiënemaatregelen toch het festival te laten doorgaan. Tot een begrafenisondernemer geconfronteerd werd dat er maar een beperkt aantal mensen mocht komen. Hoe ze zorgden dat eigenlijk hun eigenlijke werk door kon gaan, ondanks de beperkingen. En het is eigenlijk uit alle sectoren. Meer privaat, bedrijven dus, maar ook ZZP'ers. En dat laat zien hoe zij. Kijk, niemand vindt het leuk hoe wij nu leven, maar je kan er heel boos om worden, maar je kan er het beste van maken. En die verhalen zijn hele concrete voorbeelden. En er zullen er ongetwijfeld in de samenleving nog veel meer zijn, maar deze zijn gedocumenteerd. Oké, dankjewel. Ik heb ook nog een vraag voor jou van Jeroen de Ridder van de Vrije Universiteit. Die zegt, mijn indruk is dat het kabinet op het gebied van communicatie een hoop heeft laten liggen. En denk je dat dat nog goed te maken is, nu er al zoveel wantrouwen, vermoeidheid, scepsis is ontstaan? In sommige kringen, zegt hij, misschien kan je zelfs zeggen, in de samenleving in het algemeen. Nou, mijn naamgenoot, geen ja, familie, weet een... Nee, maar ik ken Jeroen. Okay. Ja, dat heb ik me ook afgevraagd, of het nog te repareren valt. Ik was bij het begin, ik heb er natuurlijk geen
antwoord over. Of ik kan alleen maar speculeren. Ik was aan het begin van de nieuwe maatregelen, zeg maar begin november, was ik heel erg somber. Omdat het zelflerend vermogen maar beperkt is. Mensen worden steeds zo bestraffend toegesproken. En ik denk dat dat ondermijnend is. In ieder geval niet stimulerend. Maar je ziet het niet goed, je ziet het niet terug in de cijfers. Ik heb wel begrepen, maar ik ken die cijfers nog niet goed, van de coronagedragsunit, dat het verband tussen, en dat is misschien ook interessant voor Tom en voor Godfried, dat het verband tussen vertrouwen en draagvlak niet heel eenduidig is. Dus ook al hebben mensen weinig vertrouwen in de overheid, kennelijk is het toch, nou ja, misschien kan je dat duiden in de zin van, dan pakken we het zelf al aan, dat er nog wel draagvlak is, of dat ze vinden dat ze iets moeten doen. Maar ik zou het erg goed vinden als er wat de manier van communiceren toch, dat er een keer geluisterd wordt naar alle goede adviezen die er gegeven worden. Of het echt goed komt, weet ik niet. Durf ik niet te zeggen. Oké, dankjewel. Goed, twee vragen voor Tom. De eerste is van Paul het Hart, die een vraag heeft over het feit dat Geert Wilders eigenlijk, ja, hij is geloof ik de langzittende parlementariër, in ieder geval iemand die zich heel sterk bedient van het parlement als het belangrijkste forum om zijn ideeën over het voetlicht te brengen. Zit nooit in de talkshows, voeg ik daaraan toe. Terwijl zijn achterban dus zo weinig vertrouwen blijkt te hebben in precies de institutie waar hun voorman zijn verhalen elke keer vertelt. Hoe zit dat? En we moeten echt een goed onderscheid maken tussen het steunen van de democratie en het vertrouwen in de autoriteiten binnen die democratie en de instituties daarbinnen. En de PVV zou de politicoloog als radicaal rechts beschouwen in de zin van, het is een rechtspartij, heeft op culturele thema's conservatieve ideeën, maar nadrukkelijk en heel expliciet, ook bij die partij zelf, binnen het raamwerk van de vertegenwoordigende democratie. Dus het is wel echt een democratische partij. Daar zit al een eerste belangrijke begrenzing van de vraag. Tweede is, wat Wilders eigenlijk tamelijk consequent doet, is de democratie neerzetten als een zero-sum game. Dus hij tegen de elite. Zijn partij tegen de elite. De elite is corrupt. De elite spant samen met de problemen in de samenleving en verergert die op die manier. Ze maakt elke keer consequent dat onderscheid. En daardoor is het heel goed mogelijk dat je de wantrouwende burgers aan je weet te binden. Dat is ook mogelijk wanneer je niet ingekapseld wordt door het systeem. Daar was een kans voor. Dat is D66 overkomen toen ze moesten gaan regeren in de jaren 70. Dat is de LPF overkomen toen ze moesten gaan regeren in 2002. Maar Wilders kwam ermee weg omdat hij een gedoogconstructie aanging. En daardoor bleef hij buiten schot. Dus hij kon wel de lusten pakken, maar de lasten die werden relatief gematigd door het feit dat hij geen directe bestuursverantwoordelijkheid had. Ook zijn partij werd gestraft op het moment dat hij stopte met steun geven bij de volgende verkiezingen. Maar hij kon wel blijven zeggen, ja, maar wij zijn een partij die staat voor waarvoor die staat, tamelijk compromisloos kon blijven. Dankjewel. Ik zie nog een mooie vraag voor jou van Pearl Dijkstra, Tom. En die gaat over moreel leiderschap. Kritiek op Rutte dat het hem ontbreekt aan moreel gezag. Speelt dat een rol in, nou ja, hier, zij vraagt, bij de segmentatie in de samenleving, maar je zou ook kunnen zeggen bij het gebrek aan vertrouwen dat er op dit moment lijkt te zijn. Nou, deze vraag zou ik op drie manieren willen beantwoorden. Ten eerste, het feit dat het wordt ingezet op leiderschap, verkiezing na verkiezing, dat zorgt ervoor dat die segmentering van kiezers op basis van hun vertrouwen in de politiek zo groot kan worden. Want ja, dat is wat er blijkbaar wordt geagendeerd. Blijkbaar is leiderschap en het vertrouwen erin is dan de kwestie van de verkiezingen, dus gaan mensen daar ook naar stemmen. Dus in die zin is het leiderschap zelf wat tot op zekere hoogte het probleem is. Een stap daarvoor, wanneer we het hebben over moreel leiderschap en vertrouwen, er zit een probleem inmiddels in het functioneren van de politiek,
het vertrouwen daarin is zo fors gedaald. Dat wordt heel erg gewijd door kiezers zelf. En dat zien we ook in internationaal onderzoek. Aan het functioneren van de politiek. De politiek is heel erg op zichzelf gekeerd. Met zichzelf bezig. En daarnaast zijn er een aantal hele grote schandalen. Die maar de hele tijd boven de markt blijven hangen. Het toeslagenschandaal, Groningen. Voorheen het bonnetjesschandaal bij justitie. Die blijft maar de hele tijd boven de markt hangen. En als we één ding overduidelijk weten uit het vertrouwensonderzoek, internationaal, nationaal, door de jaren heen vergelijkend, is het dat corruptie en een overheid die niet procedureel rechtvaardig en fair is, dat het vertrouwen in de politiek ondermijnt. En zolang dit boven de markt blijft hangen, zolang er geen moreel leiderschap is die echt ondubbelzinnig zegt, ik ben hiervoor verantwoordelijk en ik trek mijn conclusies, ja, dan blijft dit een probleem, dan kan het nog langere tijd blijven dooretteren. Laatste antwoord op die vraag, rond de coronacrisis. Dan komen we meer op het gebied van de communicatiewetenschappen. Ik vond het heel mooi wat Denise zei, van er zit meer tussen staatsdwang aan de ene kant en de individuele vrijheid aan de andere kant. En ze had het over nudgen. Je kan, wat ze in een latere slide ook zei, is het gaat om gemeenschap. En dat is misschien de derde pijler. Als je de samenleving wil inrichten, kan je doen vanuit individu, vanuit de staat, vanuit de gemeenschap. En als iets werkt in sommige landen in de communicatie van de crisis en van de maatregelen, naast transparantie is een soort van gemeenschappelijke lotsbestemming. Dan leg je niet alleen de verantwoordelijkheid neer bij individuen, maar ook mensen neem je wel mee in het doel. En daar speelt volgens mij wel een rol van moreel leiderschap. Ik denk niet dat dat direct gevolgen heeft voor de segmentatie van de politiek, maar ik denk wel dat het gevolgen heeft gehad voor de draagvlak voor de maatregelen. Zeker als we Nederland vergelijken met bijvoorbeeld Denemarken. Mooi. Ik heb drie vragen die ik bij elkaar ga voegen en waarvan ik jullie alle drie vraag om op een ervan of op de combinatie te antwoorden. Die vragen die gaan over het verleden van een meneer of mevrouw Michon, die zegt, is die parallele werelden of die, waar Tom eigenlijk ook al een beetje op een andere manier naar verwees, is dat eigenlijk niet de verzuiling van vroeger in nieuwe kleren? Dan kijk je terug. Als je naar de toekomst kijkt, dan laat ik het maar tot twee beperken. Aafke Konter vraagt, de Verenigde Staten, hè, daar zie je eigenlijk dit nog een keer uitvergroot. Is dit onze toekomst? Dus eerst maar aan Godfried, daarna aan Denise en tenslotte aan Tom. Ja, ik denk dat het kenmerkend voor die verzelfde samenleving was toch dat daar, zeker aan de top, belangrijke onderlinge communicatie was. En ook binnen de zuil dat daar toch een soort stabiele samenleving bestond met eigen instituties. Waar ik praat over parallele werelden, dat zijn toch relatief eenzijdig. Een samenscholing van relatief kwetsbare groepen op een veelheid van kenmerken met een gering vertrouwde politiek en met allerlei vormen van zelfafsluiting. Want zeker ook geen vertrouwen meer hebben in de instituties. Dat is naar mijn overtuiging totaal anders dan die verzeilde samenleving. Als het gaat om de vraag van Aafke over het voorland, wat was het, Amerika? Ja, ja. Nou ja, ik denk wat Tom heeft laten zien, is dat we in Nederland hebben we juist niet dat er twee blokken tegenover elkaar staan. Wat je in Nederland ziet, is die volledige versplintering. Nou ja, volledige versplintering, maar meerdere blokken. En ook nog een tendens tot permanente zelfversplintering, zelfvernietiging als het om politieke partijen gaat. Dus ik zie helemaal juist niet. Ik zie uit Nederland als het tegenvoorbeeld van Amerika. Je ziet wel bepaalde groepen natuurlijk ook met een gering wantrouwen tegen de overheid en allerlei conspiratietheorieën. Maar ik zie veel meer een soort fragmentering van het politieke landschap, wat ook mede in de hand werkt dat zeg maar de koers die bepaald zou moeten worden vanuit de politiek achterblijft. Dankjewel. Denise, is dit iets waar jij je door aangesproken voelt? Ja, ik ben natuurlijk de gedragswetenschapper tussen de echte sociale wetenschappers, dus ik voel me redelijk oncomfortabel. Het enige wat ik wel zou willen zeggen, en dat is ook een beetje een reactie op Tom, dat je had gehoopt dat een diepe crisis mensen naar elkaar zou doen groeien. We're in this together. En dat, dat traditionele scheidslijnen een beetje doorbroken werden.
Maar dat zie je dus niet, want het is eigenlijk een... als ik de conclusie van Tom goed begrepen heb, het is een vergroting van de scheidslijnen eigenlijk. De scheidslijnen worden door corona vergroot. Dus dat maakt mij wel een beetje somber. Maar verder ga ik daar buiten mijn boekje geen persoonlijke mening geven. Oké, dankjewel. Tom? Ja, rond de verzuiling. De situatie nu, die gescheiden leefwereld, is toch echt fundamenteel anders dan de verzuiling. In die zin dat dat parallele samenlevingen waren. Dus met de eigen voetbalclubs, met de eigen verenigingen, de eigen media, de eigen politieke top. En dat aan de top werd samengewerkt. Dat dat een voorwaarde was om tot een stabiel politiek bestel te kunnen blijven komen. En te veel van deze kenmerken ontbreken. Bovendien, waar er sprake zou zijn van moderne zuilen, wat wel eens wordt beweerd, zijn het vaak hele kleine groepen, relatieve niche groepen in de samenleving. En behoort de grote meerderheid niet tot zo'n cel. We hebben te maken met meervoudige identiteiten die elkaar deels overlappen. Je kan op de tribune bij Feyenoord of bij Ajax, kan je net zo makkelijk, Harry Mulisch fans tegenkomen. Als comicslezers. Je kan corona-sceptici tegenkomen en burgers met heel veel vertrouwen in het beleid. Dus dit overlapt. Die verschillende scheidslijnen die doorkruisen elkaar te veel om te zeggen dat hier te sprake is van verzuiling. In vergelijking met Amerika is een risico waar ik veel over heb geschreven. Het bijzondere aan Amerika is dat het een politiek is die een winner-takes-all principe kent. En het gevolg daarvan is dat als je daar eenmaal de macht hebt, dan heb je alle macht. En dat heeft dat geeft de machthebber zowel de prikkel als de middelen om het systeem naar de hand te zetten. En dat is eigenlijk wat in Amerika al 20 jaar aan de gang is. Door polarisatie in dat stelsel weten we dat gematigde krachten eigenlijk uit die politiek geweerd moeten worden. Dat is bijna een inherente dynamiek als je aan de macht wil blijven. En dat kan in Nederland niet, want we hebben een kiesstelsel dat afdwingt dat er heel veel partijen zullen zijn. En dat zorgt ervoor dat we altijd coalities zullen moeten blijven sluiten. Het zorgt er ook voor dat we zo'n harde tweedeling, zo'n eenzijdige harde tweedeling, niet gaan meekrijgen. Wellicht langs de fringes, maar zoals in Amerika, dat die scheidslijn het centrum van de politiek doorboort. Dat je dan twee blokken hebt die zo haaks op elkaar komen te staan, dat kan bijna niet door die meervoudige identiteiten. En het kan ook niet van bovenaf langzamerhand worden afgedwongen. Dankjewel. En dank jullie wel. Het is namelijk precies 7:45. Hoe we het zo hebben uitgemikt, weet ik ook niet. Maar ik zou misschien namens de toehoorders willen zeggen dat we niet alle problemen hebben opgelost. We aan de ene kant toch misschien iets bezorgder moeten zijn dan ik 1.5 uur geleden was. En tegelijkertijd toch ook allerlei onderdelen van hoop in jullie verhalen ontwaar. Nou, er ligt een grote opgave voor het nieuwe kabinet, dat is duidelijk, linksom of rechtsom. Ook al omdat de pandemie nog lang niet voorbij is, maar ook omdat er daarnaast en daaronder hele grote andere politieke, sociale, maar ook psychologische uitdagingen, gedragsuitdagingen zijn, waar het kabinet echt iets aan moet proberen te doen om die problemen niet verder te laten toenemen. Ik vermoed dat het niet de laatste keer is dat we in dit forum daarover zullen spreken, maar toch wil ik nu al de sprekers zeer hartelijk bedanken voor hun bijdrage. En nu wil ik jullie vragen om allemaal de camera's en het geluid uit te zetten, zodat de afspeeltune kan beginnen. Goedenavond.